Ik werd ook al geappt door een bonuskleinkind. Nou, lieve vrienden, twee chillende honden. Ja, een hele goede morgen nog. Ja. Het is vandaag dinsdag 13 april. Het is maar goed dat het geen vrijdag is, ja. Maar oké, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Straks om 12 uur komt Karin met een K. Mijn begeleidster die komt dan weer en ja. We proberen er gewoon weer een gezellige, fijne dag van te maken. Ook moet ik uiteraard weer een vlog in elkaar zetten. En de dames die moeten inderdaad er nodig hebben, want de een is lastig en de ander die ligt gewoon zoals normaal rustig lekker naast me af te wachten tot wanneer vrouwtje zover is. Maar ja, ze weten ook dat ik eerst natuurlijk jullie welkom heet bij onze nieuwe dag. En we doen dat met een lach. Hoe laat leven we? 11 uur 27, dus bijna 11:30. Ja. Ik was al een tijdje wakker, maar ik had geen zin om eruit nog. En wat kom ik op tot ontdekking? De zon die schijnt wel, maar het is toch nog wel koud in huis. Want ik was vergeten de kachel aan te doen en de doucheraam die stond wagenwijd open. Dat ik... Koud! Ja! En de wind staat op de voorkant, geloof ik. Maar ja, ik moet er zo meteen ook wel nog uit. Maar dan heb je nog een jas aan, et cetera. En nou, het was echt in die douche. Ja, ik heb nog koud. Gewoon pijn ervan. Maar ja, het doet er allemaal niet toe. Ik kan de pret niet drukken. Ik werd ook al geappt door een bonuskleinkind, laat me zeggen. Ja, die zei tegen mijn man super opa en tegen mijn super oma. Nou ja, hartstikke leuk. Doen ze nou nog tegen mij. En die appte mij al van met dat ze een nieuw nummer had. Nou ja, daar blijf je ook even mee praten. Nou ja, en het Mario van hoe het met mij ging, dus ja. Die heeft al denk ik weer teruggeappt, maar ik ben ook met jullie bezig, kan niet alles tegelijk. Nee, niet als je één camera, één mobiel voor alles moet gebruiken, kan je niet alles tegelijk. Nee, kon ik voorheen wel doen. Maar, kan de pret niet boeien, ze wachten maar. Ja, jullie zijn net zo belangrijk, ja toch? Ja. Hé, meisje, jij? Ja, we gaan zo lopen, hè? Ja. Dus we gaan zo lopen. Hij moet de goesten ook. Ja, kriebel in de keel, kan gebeuren. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook een prachtige mooie dag. Met veel zonneschijn en veel blauwe lucht. Want dat maakt je gewoon blij. Oh ja, ze komt al eerder. Dus ja, dan mag ze met me meelopen. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, twee chillende honden. In het zonnetje, op de ijzeren plaat, liggen ze lekker. Nog bruiner te worden dan dat zal zijn. Nou ja, dat zal ze nooit niet lukken, denk ik. Maar hoe mooi is dit? Prachtig, toch? Ik vind het geweldig. Heerlijk. Denk al, wat zijn ze stil? Leggen ze daar? Ja, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer eens eventjes retour. Ja, hij is kat. Karin die is natuurlijk al lang al geweest, Karin met een K, mijn begeleidster. Die is natuurlijk al lang al geweest. We hebben samen de hondjes uitgelaten. En we hebben zitten te babbelen, zitten te kletsen over leuke dingen, geen leuke dingen. We waren de koffie gezeten en op een gegeven moment werd ik in ene toch beroerd en van. En ze zag het ook aan, maar ze zegt, ben je in ene niet in orde? Toen ze wegging, moest ik ook even wat anders doen op de wc.
En ja, toen kreeg ik daardoor toch een pijn in mijn lichaam. Nou, ik dacht, wat heb ik toch? En beroerd en gek in mijn kop. En alles doet zeer, deed zeer. En toen begin je nou eindelijk een beetje te zakken. Maar oké, dan kan het pret niet drukken. Ik ga zo lekker weer even met de woest waffies uit. Even weer de frisse lucht in. Maar ik zat ook te wachten eigenlijk op een pakketje. Wat wel eens waar door de brievenbus kon. Ik hoefde er niet per se op te wachten. Maar ik wacht er wel aan erop te wachten. Want het is voor die twee dames. Ja. Een doosje. Nou, we zullen eerst eens even zien hoe we die open gaan krijgen. En die zit natuurlijk uiteraard. Hoe kan het ook anders? Met plakband. Ja, dan pakken we eerst even een schaar. Nu zullen we dat eerst eens even proberen open te gaan maken. Hé, joh, dat is, zit ik al daar zo te zien. Even koekeloeren hier, koekeloeren daar. Ja. Nog aan je vingers zitten ook. Ja. Hé, madammetje. Maar ik wil dat er even af hebben. Daar, het hoekje moet eraf. Ja. Dat houdt dat hoekje vast. En ik kan daar niet knippen, want het is dik karton daar. Maar ja, maakt niet uit. We komen er wel. Alle kleine beetjes helpen. Nou, ik weet wel wat het is daar niet van, want dat heb ik jullie ook al verteld. Hé? Zit het daar weer vast? Potverdikkie! Zo. Dat is één. En dat is een brief. Dat is een papiertje. Met een bedankje. Hartelijk bedankt voor je bestelling. Ja toch, leuk. Ah, je krijgt snackies. Een gezonde snack voor je hondje, maar ik heb er twee hoor. Snackies. Ja, ja. De foldertjes. Daar ging het doosje bijna op de grond. Ja. Een white pride. Het zal. Wat dit allemaal wezen moet. Ik zal dat wel eens aan Karin vragen, want die weet er meer van dan dat ik weet. Ja. Nou, wat is dit? Ik moet even dichter naar mijn bureau, want de doodje val wil iedere keer van me afvallen. Nou. Dik karton. Nou, dat bewaren we wel even. Even die brief bekijken of dat belangrijk is, ja of nee. Betaald is die al, dus daar hoef ik me niet over te prakiseren. Ja, nou, dan hebben ze allebei een snackie. Dan zomaar op dat gewoon iets kleins. Dat het rijker zo of zo op. Ja, het is wel leuk, ja. Wat is dat? Wat is dat dan? Hé, hey, ja! Wat voor dikke je kindertjes! Ja! Nou. Hup. Ik ga dat doosje even daar naartoe. En dan moet ik die hebben. Dus ik Hup. Wat is dat? Ja, dat is een sterke, hè? Ja, dat is een hele andere. Deze is veel zwaarder. Er zitten ook grotere haken aan dan die we gewend zijn. Ja? Dan zullen we dat er even afknippen. Moet ik wel willen.
sigaar weg dan nog? Kom nou. Ik wil niet dat het de kamer inschiet. Dat kan zomaar gebeuren. Zo. En dan komt die er ook af. Nou zeg. Dan kan je er anders zo afkrijgen. Ik bedoel maar, ik ben baas. Kijk, dan zal ik het jullie laten zien. Hier zie je een merkje staan. Hoe moet ik dat hebben? Zo. Dat is hier een merkje. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Zo. Nou, hou dat merkje in de gaten. Dat merkje. En dan, kijk, de ring is dus gesloten. Helemaal gesloten. Dus ze kunnen hier niet meer uitbreken. Nou, toch top? En die gaan we er nou aan doen. Hé? Hij is ook rood. Ja. Hij is ook rood, een meisje. Ja. Red. Wonderful red. Hé? Nou, dan gaan we die aan jullie koppelen. Dus de riem die vanaf mij loopt naar die andere, die komt nou hier al aan. Ja, nou en ik word niet gesponsord hoor, maar dit is het merk. En ik ben er weer super blij mee. Ja! Echt wel. En nu, willen jullie wat lekkers? Willen jullie wat lekkers? Willen jullie wat lekkers, meisjes? Hebben jullie wat lekkers? Willen jullie wat lekkers? Nee, ja, trouwens, moet ik het er even uithalen. Dat was helemaal niet. Kom dan. Zitten. Waar zit Rijka? Kan ik jullie zien? Nee, kom eens hier. Kom dan. Zo, ja. Goed zo. Dat doet allemaal op de zomer op. En jij lust dit niet. Je hebt dit al zo vaak geprobeerd. Lekker, hè? Is het lekker, Rijke? Kom dan. Zitten, goed zo. Kom maar, pak het. Kom dan. Goed zo. Lekker hè? Ja, dan kun je het trek weer weg, want het stinkt allemaal zo. Maar ja, dat kun je weg. Nou, ik ga straks weer loodje doen hè. Ja, ben ik blij dat ik nog niet aan de vlog ben begonnen. Nee, ik had er ook geen zin in nog. Ik heb andere dingen gedaan. Zoals spelletjes doen. Ja, even mijn hoofd leeg maken. Wat tenminste geprobeerd. Het is nog niet gelukt, maar het doet er niet toe, nee. Ik ben in ieder geval hier weer blij mee, ja. Ja, en dat ene tuigje is ook van datzelfde merk, ja. Heb ik daar ook vandaan, ja. Enkeltje korset niet, nee, die heb ik ergens anders weer gekocht. Weet ik wat, ja, of bij Blokker of bij die andere. Eén van die twee, dat weet ik zo niet meer. Nou, die kan ook weg. Zo. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga straks met ze lopen. Maar ik gooi eerst even mijn mobiel aan de lader. Want ik weet niet hoeveel er nog input in zit. Want ja, die moet wel mee, hè? Ja, ja. Of niet dan? Ja. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben back af, maar ik ben ook weer thuis en voldaan. Ja, ik heb een betonblok gelopen. 1 kilometer 84 geloof ik dat er stond. Dus bijna tegen de 2 kilometer weer. Ja, en dat met mijn rug. Dus ik ben weer blij.
Maar er zijn er nog een paar blij, want die heeft een lekker rundig oor. Maar ook die dame heeft een lekker rundig oor. Wat heb jij daar? Oh, wat heb jij daar? Oh, lekker! Lekker meisje! Heerlijk! Maar nou is er aan het kijken, want Elwing heeft het uiteraard eerder op dan dat Rijka het op heeft. En ik wil niet hebben dat Elwing dat weer van Rijka af gaat stelen. Nee, dat doen we niet. Ik heb een hele kleur, jongens. Goh! Ha, gosje mijn Nikkie. Nee, maar ik ben wel back af hoor, echt. Ik heb gelijk ook een bak koffie gemaakt. Die ben ik ook nou wel aan toe weer. Dus ja, nou doet mijn links ook weer zeer. Maar ja, de gedane zaken nemen geen keer. En ik heb me toch wel weer zelf overtroffen, toch? En het was zo prachtig mooi weer. Het is het nog hoor. Maar het is zo heerlijk. Ik had wel even goed mijn handschoenen aan. Want ik denk, ja, stel je voor, hè. En ik had ook mijn tripod mee. Ik denk, ja, wie weet. Maar ik heb niks bijzonders gezien dat ik zei van, wauw, dat wil ik erop hebben. Nee, helemaal niks. Dus, en dat ging verder goed op met de nieuwe lijn, met die nieuwe koppellijn, laat me zeggen. Dat ging voortreffelijk. Ik weet niet eens niet hoe, ja, de winkel noemt het anders, maar ik noem het een koppelring. Want je koppelt die honden toch aan elkaar vast. Ja, er loopt geen hond los, dus je koppelt ze allebei vast aan jou, of aan je handring, weet je. Dus ja, ik noem het een koppelring, punt, klaar, af, punt, ja. Dus ik ga lekker een bakje koffie drinken en ik ga nog even een spelletje doen. En daarna begin ik aan mijn vlog. En ik denk gewoon dat ik maar weer een patatje eet, want ik heb nergens zin in. En dan maar weer brood te eten, dat wordt ook zo vervelend. Ja, en ik heb ook geen zin om rijst te eten of weer noedels, want dat heb ik van de week ook al gehad. Nee, gewoon even een patatje weer. Ja, is ook lekker. Dat ook aan te denken om wat te halen. Even zo'n oprolpieter, een dunner. Dan moet ik die boete weer uit de schuur halen. Nee, geen zin in. Ik denk, laat maar. Ja, komt wel goed. Toch? Ja. Nou, ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder nog. En smakelijk eten, bon appetit. Want het is 7:45 uur mijn horloge. Op de computer 44, dus ja. Als je nog eten moet, smakelijk eten, bon appetit en laat het je smaken. Ja, en misschien tot later. Ik beloof niks. Nee, maar ik zeg wel tot later. Doei!